Hey, leuk dat je kijkt naar de basisdienst van deze week. We houden je graag de hele week op de hoogte van alles wat er in de basis gebeurt. Volg ons op social media of ga naar de website waar je alle diensten nog eens rustig terug kunt kijken. Maar voor nu, laten we gaan kijken naar de basisdienst van deze week. Ja, misschien ben je voor het eerst vandaag. Je bent al van harte welkom geheten en ik hoop dat je dat ook al vanaf het begin hebt gevoeld. We zijn bezig met de themaserie De God die ik je gun. En deze themaserie zegt eigenlijk heel veel over de reden dat we in 2005 met de basis zijn gestart. Toen ik zelf op mijn 29e tot geloof kwam, ontdekte ik dat er best veel mensen zijn die op de een of andere manier op zoek waren of nadachten over de mogelijkheid dat er meer is tussen hemel en aarde. Ik heb altijd een bedrijf gehad in professioneel licht en geluid en videoapparatuur. En ik had vaak gesprekken met vertegenwoordigers en natuurlijk ook met klanten of collega-bedrijven. En niet zelden kwam ik, zeker na mijn bekering, met mensen in gesprek over het geloof. Je zou kunnen zeggen, ja, dat is logisch, waar je hart vol van is, daar loop je mond van over. En dat is zeker waar. Maar het was vrijwel nooit moeilijk of onnatuurlijk om in een gesprek op het thema geloof uit te komen. Want heel veel mensen blijken daar toch veel meer mee bezig te zijn dan ik dacht. Sinds mijn bekering werd ik er regelmatig bij bepaald dat een kerk om verschillende redenen best een hoge drempel voor je kan hebben als je niet gewend bent om naar een kerk te gaan. Als je wel, misschien vanaf jongs af aan, dat al gewend bent, is dat heel anders. Maar steeds meer mensen zijn dat van jongs af aan niet meer gewend. En dan kan het een enorme drempel zijn. Wat gebeurt daar? Als ik naar binnen ga, kom ik er wel weer uit? Wat verwachten ze me van me? En noem zomaar op. En vandaar de basis. Vandaar en juist ook vanuit die gedachte zijn we met de basis gestart. We zijn niet gestart met de basis omdat er te weinig kerken waren in Apeldoorn, of omdat er in Apeldoorn geen goede kerken waren, maar om een kerk te zijn waar we op zondagmorgen proberen een antwoord te geven op vragen die je mogelijk hebt wanneer je niet gelovig bent, maar mogelijk wel geïnteresseerd bent in waar het christelijk geloof nu over gaat, of geïnteresseerd bent in: is er meer tussen hemel en aarde? We doen er alles aan in de basis een plek te maken waar je als niet-gelovige graag komt, waar je je veilig voelt en waar je hopelijk iets zult ontdekken van de God die ik je gun, of beter nog, die wij je gunnen. Want het is de inspanning van honderden vrijwilligers die wekelijks tijd en geld investeren omdat ze je allemaal datgene gunnen wat hen zelf en wat ook mijzelf zo positief heeft beïnvloed in mijn leven. En of je jezelf nu atheïst noemt of agnost noemt of twijfelaar of iets is of spirituele zoeker, we gunnen je dat je iets van Gods liefde zult ontdekken. En één ding daarbij is belangrijk: dat je minimaal open wilt staan voor de optie dat God echt bestaat. Je hoeft het niet te geloven, maar het zou mooi zijn als je er wel voor open wilt staan. Goed, terug naar de serie waar we mee bezig zijn. De God die ik je gun. Vandaag het vierde deel. De thema's in deze serie gaan erover hoe anders God is dan vaak wordt gedacht. Of hoe anders God is dan er over hem wordt gesproken. En hoeveel waarschijnlijker het is dat God wel bestaat dan dat hij niet bestaat. De eerste dienst was het thema: de God die ik je gun verwelkomt je zoals je bent. En we hebben een aantal verhalen. Eén verhaal ging over een tollenaar, iemand die uitgespuugd werd door zijn volksgenoten en waar juist Jezus de contact mee zocht. De God die ik je gun verwelkomt je zoals je bent. Heel veel mensen denken: ik moet wel op een of andere manier goed zijn, of ik moet op een of andere manier vrijgevig zijn, of mijn hele leven op orde hebben, want anders is het geloof voor mij toch geen toegankelijk verhaal. Nou, de God die ik je gun verwelkomt je daadwerkelijk zoals je bent. Waar je ook staat, wat je ook hebt gedaan, het maakt niet uit.
De tweede dienst was het thema: de God die ik je gun wil je niet afpakken. Dat is ook zo'n gedachte. Misschien een gedachte die ook bij jou in je opkomt. Als je denkt aan geloof of kerk. Ja, dat gaat een heleboel wegnemen. Dan ga je een saai leven tegemoet. Dat kost je heel veel geld, want dan moet je allemaal naar kerk geven. Het kost je heel veel tijd, want dan moet je ook allemaal naar kerk besteden. Alle dingen die je heel leuk vindt, mogen niet meer. En alle dingen die je oerzaai vindt, die moet je juist doen. Maar het tegenovergestelde is waar. En daar hebben we in de tweede dienst over gesproken. Overigens, alle diensten zijn ook via internet terug te kijken. De derde dienst was het thema: de God die ik je gun transformeert je hart. Verandert je denken en daardoor je handelen. Sommige mensen zijn van mening dat gelovigen of mensen die in een kerk komen gebrainworst worden en niet meer zelf kunnen of mogen nadenken. Nou, het laatste is zeker niet waar. Maar het eerste zit misschien een kern van waarheid, maar dan anders dan dat het klinkt. Als je de God die ik je gun leert kennen, verandert dat zeker je denken en daardoor ook je handelen. Maar in tegenstelling tot wat het woord gebrainworst suggereert, is dat geen negatieve, maar in dit geval een positieve verandering. Die nooit één moment jouw eigen wil of je eigen denken wil uitschakelen, maar die juist ten volle respecteert en ten volle een beroep doet daarop. Je wordt, ervaar ik en zie ik om me heen, een mooier en gelukkiger mens als je God leert kennen. We hoorden net het verhaal van Olga. Vorige week hoorden we het verhaal van Christa. De week daarvoor het verhaal van vader en zoon Willem en Ruben. Volgende week het verhaal van Marjolein. Steeds horen we in die getuigenissen die voorafgaan aan de doop het verhaal van iemand die een positieve verandering in zijn of haar leven heeft meegemaakt. Soms vanuit een diep dal. Soms vanuit verslaving. Soms vanuit een uitzichtloze situatie. Maar net zo vaak vanuit situaties waar het leven best op orde is. Sprake is van een gelukkig huwelijk of een goede financiële situatie of een stabiel leven. Maar toch ontbreekt er iedere keer iets. En dat is wat in het verhaal steeds zo sterk naar voren komt. Ik zei net al dat deze serie gaat hoe anders God is dan er vaak over hem wordt gesproken. En hoe anders God is dan er vaak over hem wordt gedacht. Een gedachte die mensen vaak hebben bij God is dat hij, als hij werkelijk bestaat, altijd een soort mysterieus, geheimzinnig en afstandelijk iets zal blijven. Maar ook hiervoor geldt, niets is minder waard. En daar gaan we vandaag bij stilstaan. Vandaag is het thema: de God die ik je gun houdt van contact. Wil in contact staan. Vanaf het allereerste begin zie je al dat God niet een God op afstand wil zijn. Onbereikbaar. Nee, het is niet voor niets dat God in de Bijbel niet alleen almachtig wordt genoemd, maar ook vader. Groot en misschien voor het idee onbereikbaar groot. Als schepper van hemel en aarde. En aan de andere kant vader, heel persoonlijk, heel dichtbij. Zoals God dichtbij wil komen. Je ziet vanaf het begin dat God contact wil hebben met de mens die hij gemaakt heeft. Sterker nog, hij heeft de mens gemaakt om contact mee te hebben, om lief te hebben. Want God is liefde, dat geloof ik, dat ervaar ik. En voor liefde is contact nodig. Voor liefde is contact nodig. Zelfs toen het fout liep. Zelfs toen de eerste mens zich liet verleiden om Gods enige gebod te overtreden en eigenlijk God de rug toe te keren, bleef God het contact nog zoeken. Er staat in het eerste Bijbelboek, toen dat gebeurd was, aan het eind van de middag begon er een frisse wind te waaien. God liep door de tuin. Geen idee hoe we dat moeten voorstellen. Maar hij was daar aanwezig.
Toen de man en de vrouw hem hoorden, het gaat hier over Adam en Eva, verstopten ze zich tussen de bomen. Ze schaamden zich, niet alleen voor hun naaktheid, maar ook voor wat ze hadden gedaan. Maar God riep de mensen: waar ben je? Ondanks dat het fout was gegaan, zocht God contact. De tijd van het paradijs was voorlopig voorbij. Contact op dezelfde manier als toen in het paradijs was voorlopig niet meer mogelijk. Maar de bemoeienis van God met de mens en het verlangen naar contact bleef altijd. Dat zie je de hele Bijbel door. Keer op keer lezen we over die contactmomenten. Over die momenten dat God zich bleef bemoeien met de mensheid. Dat God bleef sturen, zijn liefde bleef geven, richting bleef geven aan het leven van de mens. Zodat ze ondanks de afstand die was ontstaan door de fouten die gemaakt waren, ondanks dat God wel bleven ervaren en zien. In de Bijbel staat: toen zei God tegen Noach en zijn zonen, hè, dat was na die periode natuurlijk van Adam en Eva, een contactmoment wat hij zocht met de mens. Een andere tekst: toen Abraham 99 jaar was, verscheen de Heer hem en zei. Ook zo'n contactmoment. Maar in die nacht verscheen God aan de Arameer Laban en zei hem. En dan kwam er een verhaal wat voor hem was of wat voor de omgeving was. In de loop van de nacht sprak God tot hem in een visioen. Jacob, Jacob, riep hij. En zo zie je keer op keer in de geschiedenis van de Bijbel dat God, ondanks dat het directe contact niet meer op dezelfde manier mogelijk was, dat God keer op keer het contact zorgt. Het is niet zo dat iedere gelovige die in het Oude Testament, dat is het gedeelte in de Bijbel wat voorafgaat aan de geboorte van Jezus op aarde, dat iedere oud-testamentische gelovige eenzelfde ervaring had. Dit hele directe contact met Abraham en met Laban en met Jacob en met Noach, dat hele directe contact was schaars. Maar vaak liep het contact juist via deze mensen in deze periode. Soms waren de contactmomenten met God überhaupt schaars. In periodes dat er weinig mensen waren die God echt serieus namen. Toch zocht God ook in die omstandigheden, waarin het volk zich van God afkeerde, God zocht steeds opnieuw toch weer het contact op. Een klein voorbeeld daarvan is het verhaal van Samuel. Staat in de Bijbel: de kleine Samuel diende de Heere als hulp bij Eli in de tempel. Eli was priester, diende in de tempel, je zou kunnen zeggen de oude kerk van vroeger. En dan staat er: de Heere sprak in die tijd maar zelden door een profetie. Heel zelden sprak hij door iemand met een boodschap voor mensen, voor het volk of voor de persoon zelf. Heel zelden ook door priesters dat hij sprak. Maar dan staat er op een nacht echter, toen Eli al naar bed was, hij was op zijn hoge leeftijd praktisch helemaal blind geworden, lag Samuel te slapen in de buurt van de ark in de tempel. Terwijl de kandelaar nog niet was uitgegaan, riep de Heere: Samuel, Samuel. Ja, wat is er? Reageerde Samuel. Hij sprong uit bed en liep snel naar Eli. Hier ben ik, waarom riep u mij? Vroeg hij Eli. Ik heb je niet geroepen, zei Eli. Ga maar weer terug naar bed. Samuel deed dat. Maar kort daarna riep de Heer opnieuw zijn naam. Samuel kwam weer uit zijn bed en liep naar Eli. Hebt u iets nodig? Vroeg hij. Nee, mijn zoon, ik heb je niet geroepen, zei Eli. Ga maar weer gauw slapen. Samuel had nog nooit eerder een boodschap van de Heer gekregen. Toen riep de Heer hem voor de derde keer en opnieuw sprong Samuel uit bed en liep snel naar Eli. Ja, wat is er? Vroeg hij. U hebt toch geroepen? Toen begreep Eli dat de Heer tegen de jongen had gesproken. Daarom zei hij tegen Samuel: ga maar weer liggen. En als je weer wordt geroepen, moet je zeggen: ja, Heere, ik luister.
Samuel ging terug naar bed. Nu kwam de Heere bij Samuel en riep net als de vorige keren zijn naam. Samuel deed wat Eli hem had gezegd en zei: ja, Heere, ik luister. En dat was het begin van een intens contact door het hele leven van Samuel heen, waarin God door hem heen de boodschappen doorgaf aan het volk en aan de mensen. Vanuit het verlangen dat God eigenlijk contact wilde hebben met iedereen individueel. Maar juist omdat dat niet mogelijk was, deed hij het door Samuel en werd zo het volk toch geholpen en gezegend. Maar ook met Samuel toch nog steeds op een soort, je zou kunnen zeggen, gepaste afstand. Maar waarom? Waarom, als God echt zo graag contact wilde met de mens, waarom was dat contact in die tijd dan zo schaars? Nou, regelmatig laat ik in deze diensten deze schematische weergave zien over de reden dat er een afstand is ontstaan tussen God en de mens. En daar staat het woordje zonde tussen. Het is moeilijk te lezen, denk ik. Zonde. Dat betekent het handelen en wandelen van de mens buiten de kaders van Gods liefde. Ik geloof dat God de schepper is van hemel en aarde. En als hij de maker is, is hij ook de eigenaar en is hij ook de wetgever en is hij ook de handhaver. Net zoals de eigenaar van een pretpark die je daar binnen laat, bepaalt wat de regels zijn en als je daar niet aan houdt, heeft dat consequenties. Dan kan het wel zijn dat je daar niet langer kunt zijn of niet langer gebruik kunt maken van hetgeen geboden wordt. Zonde is het afwijken van de kaders die God voor het leven gegeven heeft. Liefde is wat hij gegeven heeft. En door de zonde is er een kloof ontstaan tussen God en de mens en vandaar dat contact ook zo lastig is. Het staat diepe verbondenheid met God in de weg. Niet dat God niet in staat is om contact te maken, want dat zagen we net. God kan harder praten dan de kloof breed is, maar verbondenheid met de mens bleef toch uit. De Bijbel zegt dat het kwaad niet alleen Adam en Eva verleidde, maar dat we ons allemaal door het kwaad hebben laten verleiden. Ik gebruik deze tekst regelmatig om dat te laten zien. Paulus die schrijft, alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. En God had kunnen zeggen, nou, eigen schuld, dikke bult. Ik heb je gewaarschuwd, ik had het gezegd. Dit zijn de uitgangspunten, daarbuiten verstoort het de relatie? Kan ik je niet meer geven wat ik je zo graag wil geven? Zoek het maar uit. Dat is niet wat God deed. Nee, Gods plan door het hele Oude Testament was erop gericht om dat contact te herstellen. Om die liefde aan ons te kunnen openbaren, te kunnen laten voelen. En daarom staat er ook, zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat is Jezus, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is het doel. Dat is het doel van God altijd geweest. Eeuwig en altijd in contact met de mens. Altijd liefde en leven geven aan de mens. En over Jezus staat er, hij heeft onze zonden gedragen. Lijfelijk op het kruis houdt. Daar stierf hij in plaats van de mens. Hij betaalde daar de prijs van onze zonde om het mogelijk te maken dat wij in contact zouden komen met God. Dat deze diepe verbondenheid met God weer mogelijk zou worden. Daarom maakte God dus de weg vrij. Daarom werd dus de kloof overbrugd en de weg naar God was weer open, maar daar liet de Satan het niet bij zitten. Want aan de ene kant was er weer die gemeenschap, dat contact met God.
voor de mensen die daarvoor kozen. Maar de Satan doet er alles aan om zoveel mogelijk mensen af te leiden van de optie om via Jezus terug te gaan naar God. Terwijl ieder mens ten diepte verlangt naar dat wat daaruit voortkomt. Die rust, die vrede, die liefde, die hoop die alleen God geven kan. Het kwaad biedt ons legio alternatieven. Het verdraait de waarheid. Maakt een ander verhaal ervan. Zodat we maar niet de weg naar God door Jezus terug zullen gaan. Alternatieve godsdiensten en religies om ons verlangen naar de enige ware God af te leiden. Alternatieve bronnen van geluk om ons steeds voldoende bevrediging te geven, maar waardoor we steeds verder van God afkomen te staan en steeds meer eigenlijk in de greep komen van het kwaad. Ook al hebben we dat heel vaak niet in de gaten of willen we dat niet toegeven. En nog steeds, ondanks dat allemaal, zegt God tegen ieder: waar ben je? Ieder die zich verstopt. Ieder die zich laat afleiden. Steeds opnieuw zegt God: waar ben je? Ieder mens die niet in contact is met de bron van het leven en de bron van liefde, voelt van tijd tot tijd ergens diep van binnen toch dat verlangen. Ook ontkennen we het soms. Ook al kunnen heel veel mensen het. Ik ben ervan overtuigd dat op momenten in het leven, zeker wanneer er moeilijke dingen gebeuren, wanneer er sprake is van ziekte of iemand die sterft in je omgeving of grote gebeurtenissen in je leven plaatsvinden, je baan die je kwijtraakt. Het zijn van die momenten waar we bepaald worden bij de relativiteit van het leven. En bij die vragen, waar leef ik eigenlijk voor? Zou er echt meer zijn tussen hemel en aarde? Is er hoop? Is er leven over de grens van de dood heen? Op je programma zie je nog een nummer staan van Anouk. Het nummer Red Mij. Anouk, stoere vrouw, vakvrouw. We kennen haar uit The Voice, als je The Voice wel eens kijkt. Heel veel verstand van haar vak, maar ook wel heel recht door zee. Je weet echt wat je aan haar hebt. Ze communiceert wat ze denkt. En in 2018 bracht Anouk haar eerste Nederlandstalige cd uit met de titel Wend er maar aan. En daarop staat het nummer Red Mij. Een nummer mede of misschien wel helemaal door Anouk zelf geschreven. Een nummer dat iets lijkt te delen over het verlangen van haar naar God wellicht. Voor ik daar nog iets meer over zal zeggen, over dat verlangen wat je daarin herkent, willen we eerst luisteren naar dat nummer. Red mij. Ik ben zo niemand dat als je vraagt, gaat alles goed met jou vandaag? Ik zeg ja terwijl ik denk, komt hier ooit een einde aan? Bestaat echt alles om mij heen? Klopt het wel, want niemand weet? De stemmen in mijn hoofd zijn krachtig zoals een orkaan. Red mij, laat me niet meer. Elke dag verlies ik sanity en trots. Red mij, laat me niet alleen. Geloof me, mijn hart is echt niet gemaakt van steen. Ik smeek u op mijn knieën. Ik smeek u, ja. Van mensen die niet bestaan. Ik zie cijfers in de maan. Mijn gedachten kent geen grenzen. Het gaat er altijd overheen.
zacht. Zoveel stemmen, maar toch ben ik hier echt helemaal alleen. Red mij, laat me niet meer los. Elke dag verlies ik sanity en trots. Red mij, laat me niet alleen. Geloof me, mij. Ik geloof dat heel veel mensen, net als Anouk in dit nummer zingt, gemakkelijk zeggen dat alles goed gaat. Gaat het? Ja, goed. Maar diep van binnen wat anders voelen en ervaren, en ja, misschien geldt dat ook wel voor jou. Diep van binnen denk je misschien ook wel eens, red mij. Laat me niet meer los. Ik smeek u. Ik smeek u op mijn knieën. Ik smeek u. Anouk is best open over haar zoektocht. Ik weet niet of ik het zo mag noemen. In dit artikel staan een paar uitspraken uit het interview dat Anouk heeft gehad met de correspondent. En in dat interview zei Anouk onder andere: daar geloof ik in, dat er een higher power is, een hogere kracht. Ik ga niet naar de kerk, maar de Bijbel ligt wel op mijn nachtkastje. Daar lees ik af en toe in. Gevraagd naar haar favoriete Bijbelboek is Anouk duidelijk. Psalmen. Vooral de psalmen die heel verdrietig zijn. De rauwe klaagpsalmen, 69 tot en met 72. Ik hoop dat ze af en toe ook daarbuiten in de psalmen leest. Want daarin komen juist zulke ontzettend mooie dingen ook naar boven over wie God is en hoe hij voor je wil zijn. Ik hoop dat ze af en toe ook Psalm 116 zal lezen, zoals die ook op de kaart staat die je bij de ingang hebt gekregen. Hij ziet ons. Hij houdt van ons. Hij hoort ons. En met name dat laatste staat in die eerste twee versen van de psalm. De Heer heb ik lief, schrijft de psalmschrijver. Hij heeft mijn bidden en mijn smeken gehoord. Aandachtig heeft hij geluisterd op het moment dat ik tot hem riep. Dan gaat het verder in het interview. De Bijbel, zegt Anouk, is voor mij het boek van de vergeving. En dat vind ik heel mooi. Ik vind het leuk om de Bijbel open te slaan en zomaar een stukje te lezen. Soms snap ik daar geen bal van, hoor. Dan denk ik, dit stukje kan drie verschillende dingen betekenen. Wat is het nou? Dan is een Bijbelstudie niet verkeerd, maar zover ben ik nog niet gegaan. Ik ga altijd maar uit van de meest vredevolle interpretatie. De Bijbel was er niet altijd in mijn leven. Een jaar of 12 geleden dacht ik, er moet meer zijn. En ik ben begonnen met lezen. Ik weet nog dat ik vaak dacht, jongen, wat is dit mooi geschreven. Dit klopt gewoon. En ook, dit doe ik al, zo leef ik al. Ik doe gelukkig al iets goeds. Ik vond veel herkenning in de Bijbel. En wellicht is dat ook de reden dat de tekst van het lied Red Mij enorm bij haar binnenkwam.
toen er door Matthijs van Nieuwkerk in het programma De Wereld Draait Door werd gevraagd aan haar naar de betekenis voor haar van het woord u. Laten we dat fragment maar even bekijken. Ja, als je het niet meer weet, kun je het altijd hoger opzoeken. Ik gun Anouk enorm dat ze God zal vinden, zoals God zich ook wil laten vinden. En misschien is dat al wel gebeurd, ik weet het niet. Dat ze zal ontdekken dat God onvoorwaardelijk van haar houdt. En dat Jezus het antwoord op haar vraag is, red mij. Omdat Jezus zegt, Anouk, dat is precies waarvoor ik naar deze wereld ben gekomen. Jezus tegen ons allemaal kan zeggen, dat is precies waarom ik naar deze wereld ben gekomen. Om te redden wat dreigt verloren te gaan. Dat is precies waar ik mijn leven voor heb gegeven. Ook om jou te redden. Dit is de God die ik je gun, Anouk. Dit is de God die ik je gun, mensen die hier zitten. Als je nog nooit een keuze hebt gemaakt om je leven aan Jezus toe te vertrouwen, dan is die uitnodiging daar ook vandaag. En Jezus die zegt, kom tot mij. Blijf niet ronddolen. Kom thuis. Ik verlang ernaar om contact met je te hebben. Om je in contact te brengen met mijn hemelse Vader. Het is misschien niet makkelijk om die sprong in het diepe te wagen, maar ik verzeker je dat je er nooit spijt van zult krijgen. Voor ik wil afsluiten met gebed en een moment tijdens dat gebed waar ik je concreet ook in de gelegenheid wil stellen om vandaag die keuze te maken. Voor die tijd luisteren we eerst naar het lied Hier is mijn hart, Heer. En ik hoop dat dat de tekst is van je hart. Of misschien wel vandaag voor het eerst zal zijn. Geliefd en puur gemaakt, ik leef.
zullen bidden. Liefdevolle God en Vader, ik wil u danken, Heer, dat u ernaar verlangt om contact met ons te hebben. Dat u het ook niet opgegeven heeft, Heer. Toen wij onze rug toekeerden, wij keuzes maakten in ons leven die niet van u zijn. Heer, het verlangen bij u is steeds gebleven om ons te bereiken, om contact met ons te hebben, om ons uw liefde te geven. En Heer, ik heb het zo in mijn eigen leven ervaren. Ik zie het in zoveel levens van andere mensen. Ten diepste die hunkering naar die onvoorwaardelijke liefde, naar vrede, naar hoop, wat u alleen kunt geven. Aan de andere kant, die stap die daarvoor nodig is. Het aanvaarden van het offer dat de Heer Jezus heeft gebracht. Het aanvaarden dat we zelf tekortschieten. U aanvaarden als Heer van ons leven, ons hart aan u toevertrouwen. Heer, ik wil u bidden of u ons hart wilt aanraken met die liefde zoals u dat alleen kunt. Heer, en of u ons wilt helpen om die stap te zetten. Omdat we ten diepste voelen dat het waar is. Heer, help ons om die volgende stap te zetten. Om dat contact tot stand te laten komen. Om nieuw leven te ontvangen. Heer, want dat is wat u ons geven wilt. Ik wil jullie allemaal vragen nog een moment je ogen gesloten te houden. En wanneer jij je aangesproken hebt gevoeld door een lied of wat gezegd is, een bijbeltekst of een uitspraak. Je hebt ook het verlangen om die keuze vandaag te maken. Om te zeggen, hier is mijn hart, Heer. Ik wil u beter leren kennen. Ik wil mijn leven aan u geven. Dan wil ik je aanmoedigen om hier niet vandaan te gaan voordat je die keuze hebt gemaakt. En dat kun je kenbaar maken door straks, als ik dat zeg, je hand op te steken. Even oogcontact te maken. Allemaal niet voor mij, maar voor jou, zodat je weet, dit is de keuze waar ik voor sta, die ik vandaag heb gemaakt. En vanaf hier verder een toekomst met God. Nogmaals, ik wil jullie vragen nog een momentje ogen gesloten te houden. Tenzij je nu die keuze wilt maken, wil ik je vragen om nu je hand op te steken. Dankjewel, ik heb je hand gezien daar. Dankjewel, ik heb je hand gezien, dank je. Dankjewel, achterin, ik heb ook je hand gezien. Dankjewel, ik heb ook je hand gezien achterin. Liefdevolle God en Vader, ik wil u zo danken voor het leven wat u nog steeds wilt geven. Iedere keer opnieuw. En ik wil u bidden voor deze mensen, Heer, die u persoonlijk kent, waarvan u houdt, waar u zo verlangend naar heeft uitgekeken, al die tijd al. Heer, ik wil u bidden of u in hun leven wilt doen wat u beloofd heeft. Dat ze ten diepste mogen gaan voelen wat het betekent en ervaren. Wat het betekent om u te kennen, om met u te wandelen. Om leven te ontvangen, om hoop voor de toekomst te krijgen. Heer, ik wil u bidden of u ze daarin wilt zegenen. En ook de mensen die misschien nog twijfelen, waarvoor het een stap te ver is. Ik wil u bidden, Heer, of u met hen mee wilt gaan in een zoektocht waarin ze misschien zitten. U zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. Ik wil u bidden voor mensen bij wie het misschien een beetje is weggezakt. Het vuur. Ik wil u bidden, Heer, of u het vuur wilt aanwakkeren. Dat we nooit een dag voorbij zullen gaan laten, Heer. Zonder ons door u te laten vullen en voeden. Heer, dank u wel dat u iedere dag opnieuw nog leven wilt geven. Het contact zoekt. Heer, u bent een goede en liefdevolle God. Die houdt van contact. In Jezus' naam danken we u daarvoor. Amen. Leuk dat je keek naar de basisdienst van deze week. We helpen je graag om een volgende stap te zetten. Ga naar basis.cc/next, waar je alle informatie vindt om jouw volgende stap te zetten of om met ons in contact te komen.
Maar voor nu, tot volgende week.